iets met mijn haar doen, mams? Ik vind dat heel leuk. Nee. Ik was aan het denken, zo dit. Dat is zeg maar eerst gewoon een staart en daarna gewoon een vlecht in de staart. Ja, dat is voor mij lekker gemakkelijk, hè? Ja, dat moet toch lukken? Dat moet lukken, ja. Dat is ook een leuk truitje wat hij aan had. Leuk truitje. Ja, die ook. Zij heeft ook een nieuw. Jij hebt ook een nieuw truitje aan. Hara. Nieuwe blouse. Ja, echt leuk. Dit is van Shine, hè? Dit is Shine. Ja. We hadden heel veel bij Shine wat te klein was. Ja. Ja. Het is gemaakt op Genicius. Dus, zaterdag 30 maart. We gaan vandaag rennen. We gaan vandaag rennen. Want we zijn gisteren niet geweest. Goedemorgen, zaterdag 30 maart. Gisteren was het Goede Vrijdag. En toen hadden de meiden vrij van school. Serena en Kiona. En toen ben ik lekker met ze de stad in geweest. Maar op Goede Vrijdag naar Maastricht gaan. Het was daar druk. Druk. We zijn over de markt geweest. En toen zijn we op een gegeven moment tussenuit gegaan. Want het was echt absurd druk. En volgens mij zijn dan alle Belgen en Duitse mensen ook vrij. Ik weet het niet. Maar het was in ieder geval druk in de stad. Wel gezellig. We hebben leuke dingen geshopt. En daardoor gaan we vandaag rennen. Op de zaterdag kan ook, hè. Zeker. Dus maar eerst even lekker een ontbijtje. En ik vind het leuk wat Sarana aan heeft. Leuk. Ja. Is leuk. We beginnen met een kopje koffie. Ja, echt wel. De jongens zijn naar talent. Yes. Oh, en we kunnen straks ook nog... Ik heb een doos gekregen. Die staat daar. Oh ja. Zullen we even spieken? Ja, we gaan nu spieken. Een soort boodschappendoos of zo. Van de Spar. Gaan we eens even spieken. Er zit thee in. We zijn wel bekend met de busdoos. Ik hoop dat er allemaal erin zit, want daar zit ook Tessels bier in. Tessels bier. Doritos. Ja! Oh, 0.0 Tessels bier. Doritos. Doritos. Deo? Bruine suiker met peper. Deo? Ja, dat weet ik. Dat is Deo, ja. Bruine suiker met peper? Is bruine suiker. Brown sugar pepper scent. Oké. Okay. Hoe ruikt dat dan? Energy. Die zat ook bij de plus erin. Dat is allemaal natuurlijk. Deze is ook bij de plus. Oh, die zat ook bij de plus. Kijk, ja, maar deze ook. Ja, volgens mij komt er ook wc-papier. Oh, wat een klein potje. Hoeveel zit erin? 109. Hallo. Altijd lekker. Altijd lekker. Komt, ja, komt er wc-papier uit, schat? Ik zie zoiets. Pannenkoeken. Pannenkoeken. Mama, maak nog vaak. Komt er wc-papier uit? Ja. In keuken altijd. Of is het... Nee, dus het is wc-papier. Als vierder dat zag. Ja. Kersensmaak. Deze lust niet. Oh, katjes. Ja, ik hou van drop. Oeh, groene zeep. Groene zeep. Echte groene zeep. Nee, ik denk niet dat echte groene zeep is. Hand dishwash. Dat zijn tissues. Afwasmiddel. Green soap. De laatste tijd hoef ik ze niet meer. Hè? Nee, je hebt medicijnen gekregen van de huisarts en je niest minder. Ja. Hoe lekker. Red Bull, geef je vleugel. Kun je op rennen. Lipton, daar weet ik de muziekje niet van. Ik heb het in koud allemaal. Hè? Bubbeltjes. Bubbels. Een mooie doos, hè? Ja, wil je dat wel? Je haalt nog heel veel eruit. Kioni is voor jou, hè? Die heb jij later alleen maar nodig, Kioni dragen. Oh, je hebt nu geen zin. Nee, niet. Nee. 0-0. Hertog Jan. Daar is die. Papa, daar is die. Ja. 0-0. Skumkoppen. Allemaal zijn ze 0-0. Wat is dit dan voor een? Hertog Jan. Oké. Okay. Dat is wel koud lekker. Ik denk dat er een reden is waarom ze in die dozen 0.0... Ja, omdat ook andere mensen dat pakken. Dat niet mogen nog alcohol. Ja, dan heb je nog kortingsbonnen.
Maar of die nog geldig zijn, weet ik eigenlijk niet. Nee, die zijn al verlopen, schat. Maar ja, deze heb, doe ik al. Dus, wat is dat? Dat is de app van Spar. Maar Spar en Colruyt en al die dingen hebben de... Al die winkels hebben dezelfde app en hetzelfde pasje die ik heb aangevraagd. Waardoor ik dus altijd bij alle winkels dat pasje kan laten scannen. Oh, dat Colruyt pasje. Ja, die is voor ook bij Spar en bij alles. Wat raar. Dus, ja. Want Colruyt is toch België? En Spar is toch Nederlands, of ja, niet? Ja, ik heb ook nog nooit hem laten scannen hier bij deze Spar. Maar het is wel proberen, hè? Zoveel Sparretjes zijn er volgens mij niet meer. Nee, dat valt echt tegen. Leuke doos. Toch rijden die met grote vrachtwagens rond. De Spar? Ja. Zo'n dubbele wat de Action ook heeft. We komen vandaag bij Mayo. Gaan we nog even dankjewel zeggen voor de doos? Ja, zeker. Dan gaan we lekker eten. Tussen 10:50 en 10:50 komt de bezorger van Bol. Voor ons. Voor ons. We hebben weer nieuwe groene shirts besteld, dat we meerdere shirts hebben. Super. Dus dadelijk komt de nieuwe. Jij nog eentje, ik nog eentje. Kunnen we een beetje wisselen. Kan de ene de was en de andere hebben we dan aan. Weer van dat groene. Precies. Ja, ja, ze zijn wel leuk, hè? Ze zitten lekker. En ze vallen mooi op. Ja, ja, ze vallen echt op. Dus, als we elkaar ooit kwijt zijn in een wedstrijd. Hoeven we maar aan de groene shirt doen. Nou, leuk. We gaan afruimen. Oh, we hebben lang gezeten. Ach, dat maakt het niet uit. Het is weekend. Bijna anderhalf uur. Het is weekend, schat. Het is weekend, dan mag dat. Saraan heeft Leo gevoerd. Ja, goed. En we gaan vandaag versieren voor Pasen. Ja, ik ga dadelijk opruimen en dan ga ik versieren. We zijn een beetje laat. Ja, het is... Nee, het is nog voor Pasen. Het is een dag voor Pasen. Ja, dan zijn we nog op tijd. En samen vind jij er wel? Ja. Zie je nou wel? Ja, een wortel. Een wortel. Wat erbij. Ja, leuk. Leuk. Gaan we toch wel ophangen, hè? Ja, tuurlijk. Ik was over dat snijmatje bezig. Ja, leuk, hè? Van de Action. Is van de Action. Yes. Nou, die is vlijmscherp, hè? Ja, ja. En ik heb er nog zo'n ding bij, ja. Nog zo een. Nou, gewoon van de Action. Ja, dat werkt echt prima, hoor. Dat heb je niet nodig. Hier, dat hele pakket. Heb je nou ja, op een minuutje gedaan? Ja, dat duurt echt niet lang. Nou, Saar? Ja, vind je het leuk? Ik vind hem enig. Alright. Yes. Ik ga lekker rennen. Maar ik heb een hardloopschema. En mijn hardloopschema gaat te hard. Ik houd het gewoon niet bij. Het loopt heel hard. Mijn hardloopschema zegt vandaag 10 kilometer. Ja. Ik ga dat niet doen. Ik ga dat niet doen. Dus ik ga gewoon rennen. Zoals Guy ook rent. Gewoon even lekker losrennen. Ja. Maar jij zegt, dan moet ik het horloge instellen. Maar ik ga toch gewoon... Nee, weet ik, maar hij staat nu nog steeds op de vorige instelling. Dan moet ik hem gewoon op niks zetten. Geen doel. En dan kun je hem gewoon stopzetten. Maar we hadden net even stress. Want we hadden deze shirts nog besteld. Ja. Alleen, ja, we kregen dus een mailtje binnen van... Hey, hij is geleverd in de brievenbus. Ja. Maar er zit niks bij ons in de brievenbus. Dus ik ga er buiten. Niks in de brievenbus. Ja, dus dat was een beetje zo van... Hè, hoe kan dat nou? Ja. Maar we hebben nog niet echt de oplossing gevonden, want het ligt ook niet in de voortuin. Of... Mm. En Guy is eigenlijk meteen gaan kijken toen de auto wegreed. Mm. Dus het kan ook niet echt eruit zijn gehaald. Ja, ofzo. Ja. Raar toch? Ja, ik snap het ook niet. Ah, maar je had die brievenbus pakketjes werken ook gewoon niet. Nee, werken totaal niet. Nou, en dan zou je eigenlijk een brievenbus in je deur moeten hebben. Want dan valt die binnen. En dan kunnen ze het eruit halen. Ik, met mijn vingers kan ik alles zo... Ja, daar kan je gewoon alles uithalen. Want jullie halen zonder het sleuteltje alles eruit. Ja, iedere keer als we posten zouden we weten. Gewoon bovenin uit. Ja, maar ja, zo spannend is het ook niet. Naalden erin zetten. Naalden? Ja, dat als ze de vinger erin doet, dat ze niet meer eruit komt. Mams, yes. Kijk hè. Sorry. Dit wil ik op zo'n flashcard, maar dat past niet. Hoe los ik dat op? Hè, wat wil je? Op zo'n flashcard. Ja. Deze tekst. Ja. Moet je hem uitprinten, verkleinen en dan erop plakken. Kan ik alles eentje vragen? Heb je al flashcards hier klaarstaan? Nee. Ik heb er net geholpen. Ik moest te antwoorden. Op een of andere manier. Maar ik... Nee, jij bent aan het... Jij bent een vloertje. Kijk daar. Wacht. Ik heb net van één hoofdstuk de oefentoets gedaan. Ja. En kijk eens hier. Kijk eens hier. Groen, je bent geslaagd. Ja! Nee, niet in de, niet in de lamina. Niet bij de verf. Ga maar lekker liggen.
Ja, dan zet ik jouw horloge in op geen doel. Dan kun je gewoon starten en stoppen wanneer je wilt. Zal ik de abonnees meenemen of laat ik jullie thuis? Ik wil vanmiddag ook nog even gaan, dus ik kan ze ook meenemen. Oh, dan schuif ik ze op jouw schouders. Ja, dat dacht ik al. Neem jij maar de abonnees mee. Ja. Hier wordt de vloer gemaakt. Heb je compressiekoosjes aan? Ja, 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 ja. Goed. Ja, ja, de paas. Goed. Tot zo. Daar is ze weer. Ik heb lekker gerend. Lekker weer buiten, hè? Niet te warm. Blijf staan. Hoi. Blijf staan. Hoi. Luister, werkt veel beter. Ik had geen vlogcamera. Ik had geen vlogcamera bij me. Ik had geen muziek. Ja. Ik had ook geen sleutel. Ja. Ik had eigenlijk zoiets van... De boel geen tijdsdruk, geen afspraken. Nee. Alle factoren waren eigenlijk een plus. Geen warmte. Ik zat lekker in mijn vel. Ik had geen pijntjes. Ja. En ik had mijn tempo teruggepakt. Ja. En 8 kilometer rennen, toen denk ik, ik stop gewoon. Ik pak niet die 10. Ja. Dat doe ik niet. Expres niet. Mm-hmm. Ja. Ik voel me echt super. Ja. Super. Dat is lekker. Daar ligt hij. Ja. Daar ligt hij. Heeft papa toch weer gelijk, hè? Nee, daar heeft het niks mee te maken. Maar je moet goed naar je lichaam luisteren. Eerst lekker eten en dan ga ik pas douchen. Mm-hmm. Misschien niet zo smakelijk, maar... Maar jawel, we houden onze neus wel. Ik wil even rustig lekker tutten op de badkamer. Natuurlijk, kun je lekker rustig doen. Komt goed. Ja, echt super fijn gerend. Snap toch? Ik zag al die mensen stressen met de paasinkopen. Ja, daar hebben we ook zo'n stress van, hè? Totaal. Ik was wel een beetje aan het versieren. Totaal. Slingertje van Quirino. Hier hangt nog een slingertje. Happy Easter. En ik had deze erop gelegd. Oh, wat leuk. Kiona haar haakdingetjes. En kussentjes, kippetjes. En dan hebben we deze nog gezet. Tada. Puggemuk. Leuk toch? Ja, ik merkte echt de laatste tijd dat ik weer heel erg het moeten. Ja, het moeten. Dat moet helemaal niks. Moeten met de afspraken en moeten, moeten met leren van de kinderen en het studie en moeten van het schema. Ja. En dan denk ik, zo zonde, want het leven is zo kort. Hè. Ja. En ik denk, gevaarlijk dat voor mij de marathon er niet in zit. Ja, moeten we afwachten. Dus, maar goed, we beginnen. Ik weet het ook niet bij mij. Ik heb sowieso de blessure gehad. Dus, we beginnen met de 5. Ja. En dan met de 10. Ja, en dan zien we wel. Maar ik denk dat het er niet misschien is. Misschien niet wel. Dromen moet je hebben. Ik vind het wel. Ik heb dus echt vandaag eens gelopen. Dat ik denk, oh, heerlijk. Ja. Heerlijk. Ik loop gewoon lekker. Mm-hmm. Zo moet dat. Lekker. Ik ga straks koffie. Even. Ga je straks? Ik ga straks even. Ga je ook je schema verscheuren? Ja, dat doe ik ook. Oh. Ja. Ik loop nou sowieso na die blessure even zonder. Dus. Steken we naar de fik. Steken we naar de fik, ja. Hoe is het afgelopen met je t-shirt? Want je had een verhaal, hè? Je had een staartje. 1 t-shirt is gekomen. Ja, 1 t-shirt is er nu. Ja. En het andere, dat zou dan vanmiddag komen. Maar het t-shirt zat in een verkeerde brievenbus. Bij 2 deuren verder. 2 deuren verder. Ja, niet lezen, hè. Doe dan niet lezen. Maar jij hebt de jongen aangesproken van de bus, hè? Ik heb het erin gedaan. Niet bij ons. Dus, kijk, hè. Ja. Zo duidelijk de huisnummers... Zij houdt van reclames lezen. Ja, dat vindt ze ja. Leuk is dat, hè? Dat is wel echt leuk om te doen. Maar dit keer heeft de Kruidvat niks speciaals. Slabbertjes voor jou. Wat vind jij het leukste krantje? Wat vind je het leukste foldertje? Kruidvat. De Action vind ik ook altijd leuk. Alleen de Action heeft nooit leuke acties erin zitten. Voor een leuke actie van de Action moet je echt naar een site gaan. Oh, krijg ik een broodje? Die is voor mij. Die heeft een beetje laten aanpompen. Oh, pietjes. Ha, die is warm. Die zijn ook van de onderkant. Ja, die zijn maar 1 minuut, omdat jij hem zachter maakt. Yeah. Oh, voor je beugeltje. Ja. Yeah. Ik heb die maar 1 minuut gedaan. Dat is nog zo. Welke is van jou die heb je niet nog... Dat dacht ik al. Nee. Elke week hadden ze leuke dingen, maar... Dat is een grote. Ja, dan moet je hard voor gerend hebben. Oké. Okay. Je voor papa. Nee, is makkelijk. Nee, je moet je hart. Mama zegt, moet je hart. Nee, ik hoef zo'n grote niet. Ja, maar dat doe je dadelijk toch? Ja, dat weet je nog niet, ja. Nee. Wauw. Wow. Dan wordt er mayo op. Ja, want dit is wel heel droog. Dan word je gezond op mayo. Nee. Jawel. Nee. Of tenminste een andere saus. Nee. Oh, lekker.
Lekker, jij gaat nog rennen. Ik ga daar nog rennen, ja. Zonder schema. Run, Forrest, run, ja. Ze zeggen dat je 10% iedere week mag opbouwen. Oh. Dus als ik deze week 3 kilometer ren, mag je dus volgende week eigenlijk 3,3. Oh, dat is niet veel. Dat is niet veel opbouwen. Dat zeggen ze, hè. Dat heb ik een paar keer al gelezen op verschillende sites. Maar dan ging mijn schema ook veel te hard. Ja, die ging van 5 naar 8. En toen van 8 naar 10. Een beetje... Het is jouw schema, hoor. Ja, jij hebt het uitgekozen. Het is die van mij. Ja, jawel. Ja, goed, ja, maar jij hebt het uitgeprint. Die printen die lopen heel hard, die schema's. Ja. Leuk, jouw haar is eraan, hè? Ja, leuk. Het enige... ik weet dat er abonnees zijn, die lopen ook mijn week dit schema. Ja. Dus ik heb het nu verscheurd. Ja. Ik weet alleen dan niet, ga ik dat maar proberen. Die 10% een beetje op doen of zo. En dan kom je er natuurlijk nooit op tijd uit. Als je 10%... Hoe hoger dat je komt qua afstand, hoe meer dat je mag opbouwen. Hè? Als jij 15 kilometer loopt, mag je 1500 meter de volgende keer meer lopen. Hè? Mm-hmm. Dus dat gaat dan heel hard. Oh jee, ze gaat denken. Dit is het laatste potje stroop, hè? Ja, klopt. Anders sta ik wel naar de winkel. Anders kom ik de paas niet door. Jij bent naar de plus gelopen. Ja. Voor je... Mijn bloemending. Mijn bloemenzegeltjes. Maar ja, ik weet al, ik ga geen bloemetjes krijgen te bemachtigen. Maar ik was wel bezig, Damien. De eerste dag, meteen voor 8 uur, voor de deur staan. Ga je voor de deur slapen? Ja. Je doet dat, ga gewoon s'avonds gaan slapen. Maar die krijg je toch helemaal niet mee? Ja, maar daar heb ik mijn grote knul voor. Ik moet werken. Nee, dat is in het weekend. Oh shit. maar alleen het is in de meivakantie. Dat is wel irritant, hè. Weet je wel, daar heb ik ook nog vrij onder, geloof ik. Het is het eerste weekend voor de meivakantie. Ben je allemaal aan het smeren? Hé. Dit is lekker. Tomatenpuree. Pas op je kleding, hè. Jawel. Nee, dat gaat niet wat je wil. Je bent nog met die rozijnenstengels bezig. Ja, die wil ik nu al 2 weken lang maken. Oké, het is een recept wat ik niet lus. Dus ik wil hem gaan veranderen. Ja, je wilt de amandelspijs al uithalen. Ja, ik lus geen amandelspijs. Is het lekkerste. Dus dan blijft er nog over 1 ei, bladerdeeg, rozijnen en poedersuiker. De rest heb ik allemaal weggelaten. Ook het sinaasappel en sinaasappelsap. En amandelspijs heb ik weggelaten. Maar je gaat appels toevoegen. Ja, ik wil een appelflap als stengel gaan maken. Dat gaat niet. De appelsjes vallen later uit. Als er toch ook rozijnen in gaan, dan kunnen hele kleine appelstukjes ook. Doe ik wat minder rozijnen en... Nee, echt zo'n heel klein stukje. Kijk, we hebben geen abrikozen, ja. Of ik moet... Nee, ik ga niet weer helemaal teruglopen naar de plus. Dat... Maar heb je bladerdeeg? Ja, die ben ik net gaan halen. Oh, die ben je al gaan... Ja, die ben ik net gaan halen. Oh. Maar ik ben dus de abrikozen aan vergeten. Ik heb het gezegd, hè. Wat het hoofd vergeet, moeten de benen dragen. Nee, ik ga niet zo terug. Dus het wordt zonder ja. Alleen weet ik niet of het dan te droog wordt. Want dan heb je dus alleen bladerdeeg, rozijnen en appel. Maar als je bladerdeeg, rozijnen en appel hebt, dan zou ik gewoon een appelflap maken. Ja. Nee, ik wil die al zo lang maken. Maar wordt het te droog als ik geen jam en geen amandelspijs heb? Je hebt een mooie BH aan, dat ziet er doorheen. Hema. Hema. Echt Hema. Daar hou ik nog steeds op mijn shirt van. Hema heeft nog steeds geen Hema shirt. Wacht nog steeds. Kun je dat laten drukken? Nee, ik wil wel echt van de winkel hebben. Dat het ook echt hebben. Anders is het geen special. Doe ze een smelen. Ja, ik weet het niet. Maak gewoon appelflappen. Ach, meisje. Stengels maken. Het is zo'n makkelijk recept. Maak je toch die stengels? Als je ja. Doet. Maar ja, ik wil die amandelspijs niet doen. Ik kan het eigenlijk gewoon zonder amandelspijs doen. Ja, dan doe je dat hoor. Als heeft geen maar dan blijft alleen bladeren en rozijn over. Wordt die dan niet te droog? Ja, dat is wel goed. Ja, ja, maar die jam heeft ze dus juist niet. Aardbeienjam met appel en rozijn lijkt me niet lekker. Je ging toch geen appel met rinden? Of ik moet wel even weer naar de plus lopen.
Hij heeft maar 10 minuten nodig. Of je kunt ook appelmoes doen. Dat zei ik dan ook al. Appelmoes. Dus dan moet ik appelmoes met ei en sinaasappel gaan roeren. Dat klinkt niet lekker. Oh, we hebben wel een sinaasappel. Ja, maar dat wil ik niet gaan doen. Nou, dit is best wel een beetje dood fruit, hoor. Ja, maar daarom moet ik die appel gebruiken. Kijk, die appels verrotten daar. Dus dan krijg je gewoon appelflap. Nee. Nou, klaar. Hé, wij gaan afruimen. Ja, we zitten weer te lang, hè? We zitten gezellig te tafelen. We zitten gezellig. En we hebben niet altijd stress in het weekend. Er is geen stress. Wat willen we nog doen vandaag? Helemaal niet. Ja, sambos maken. Appelflappen. Nee, geen appelflappen. Ja, kijk. Ah, nu plakt hij ook niet meer aan de onderkant. Dus je moet de foliekant gebruiken. Ja. Zo. Zo zonde als je een appelflap hebt om hem nu gaan te opereren. Hè. Ja. Ja, maar hij heeft hem gewoon zo erop. Nee. Ik kom mijn stengels maken. Even een mesje. Mag ik snijden wat aan? Ja hoor. Eigenlijk niet. Ik doe het ook altijd. Ik had een bocht. Ja, mama doet het ook altijd, maar ik vind het niks. Nou, herkansing. Okay. Ik ga wel even de zijkant hier dichtduwen, want anders flipt echt alles eruit. Dat jij even dat priegelen houdt, hè? Ja, dat is toch leuk, een uitdaging in het bakken. Maar het is ontbijt dat het een gemakkelijk recept was. Te eten of te maken? Haha, paps. Kijk! Hoe vind je hem? Heel mooi. Ja, hè? Heel mooi. Hupsakee. Waar is dat voor zijn? Dag, schat. Welke kant moest ik gebruiken? Ja, gewoon zo. Goed zo, niet of, zo. Nee, andersom opleggen. Andersom? De plakkant is waar de tape op zit, snap je? Ah. Dus je moet onthouden dat als je gemakkelijk de folie eraf kunt halen nu. Dit moet je gaan gebruiken. Dit moet ik gebruiken, oké. Dankjewel. Kijk eens hoe mooi. Kijk, dit waren de eerste. En dan deze en deze is de laatste. Ja, dus dan heb je het in je vingers. Ja. Dan lukt het. De eerste vier zijn fout gegaan. Dan weet je nu hoe het moet. Ja. Altijd met muziek op. Ja, tuurlijk. De rozijnenstengels. Ja. Ja, met een beetje sarana's improvisatie, hè? Want ik heb eigenlijk... Ik heb het recept niet gevolgd. Het is allemaal in mijn hoofd. En als het lekker is, kan ik het weer uitprinten en in mijn receptenboek doen. Komt Leo. Houd die stukje op. Komt ie, hoor. Hallo, schat. Kom je vragen. Ga maar eens mooi zitten. Hallo. Ga je zitten? Krijg je lekkers. Zit. Blijf. Oh, brokjes. Mijn poot. Hé, dikke. Even kijken. Handen wassen en dan kunnen ze de oven in. 10 tot 15 minuten. Dus dan doen we 14 minuten. Volgens mij heeft hij vanmiddag ook al eten gehad, hè? Van Kiona. Ja, weet ik niet. Jawel, Kiona heeft hem gegeven. Een 10. Wauw, Saar. Een 10. Ik ga het nog een keer opstellen. Wauw. Zijn mooi, hè? Echt wel. Jij moet nog gaan rennen, hè? Ik ga rennen. De dag is voorbij gevlogen. Mm-hmm. Nou, lekker, hè? Mm-hmm. Ik heb zalm. Gezond. Zalm. De gezonde vetten. Mm-hmm. Smaak. Mm-hmm. Eens kijken of het... Je zijn nog onder de suiker. Hoe heet het baksel? Weet jij het nog? Rozijnenstengels. Waar het gebakt? Nee, uit het zoude boek. Zullen we dat receptje in de omschrijving zetten? Ja.
Ja? Stuur jij me die door dan? Ja, want ik moet wat dingen aan veranderen. Want dit is mijn recept geworden. De helft wordt eruit gehaald, hè? Ja. Mm. Het is in feite appelflappen, want getwist zijn. Ja. Getwiste appelflappen. Getwiste appelflappen. Met aprikozenjam. Met aprikozenjam. Heeft papa de actioncam mee? Geen idee, denk het niet. Ik denk het niet, maar... Oh nee, hè? Kijk die bal. Kijk die bal. Niet kijken! Ik zie het al. Ja. Hoe kan dat? Die lag zo in de tuin toen wij buiten kwamen. Nou, die is dood. Ja. Damien, heeft papa de camera meegenomen? Ik heb geen idee. Ik heb het gevoel... Nee. Wil je even ook je naam erop? Dat is voor opa en oma. Voor Pasen, wil je daar ook even je naam op schrijven? Dat wel. Gewoon, ja, maar niet uit. Iedereen gaat zijn naam erop schrijven. Nou, over een tijdje hebben we mijn eigen boek. Ja. Damien, wil je ook je naam erop schrijven? Krijgen we een boek? Want ik wil die kip gaan pakken, anders een receptenboek. Over 5 jaar, Anne. Ligt in de biep. Een receptenboek. Dankjewel. De lekkerste recepten van Sarah. Nee, maar niet uit. Ja, hierboven zei ik, ga ik Pasen plakken hier. Oké, dus hieronder. Morgen gaan we naar opa en oma. Ja, daarom. Ik heb een klein kaarsje. Ik plak daar die kip erop. Verder. Kom ook even je naam schrijven. Ja, ik ben een beetje klein. En dat die kip daar plakken je niet meer... Oh, die is leuk. Prima toch? Ja. Gewoon wat verf en wat diamantjes. Hebben we nog een recept wat we de laatste paar keer hebben gemaakt? Ik heb die stengels en de soep. Lasagne soep. Gewoon je naam. Die was lekker. Die lasagne soep was heerlijk, hè? Oh, en die was ook lekker. De kipcurry. Zo. Daar komt toch Pasen te staan? Ja, ik kan ook midden. Nee, vierder is in de house. Ja. Ja, staat het ook binnen? Ja, ik. Dus ik deed dat ook. En dan jij en papa nog en dan... Het receptenboek van Sarane. Ja. Hupsakee. Nou. Daar ga ik ook weer. Ik heb geen doel ingesteld. Ik wil een rondje door het bos gaan doen. Klein blokje. Ik heb dat vroeger altijd heel lekker gevonden. Dus ik ga mijn horloge gewoon starten. En dan kijk ik vanzelf wel waar ik uitkom. Dus, ik heb net een lekker warming-upje gedaan. Even lekker stretchen. En we gaan beginnen. Ik ga de horloge aanzetten. En dan gaan we beginnen te rennen. Hop. Drie, twee, één en go. Daar gaan we. Lekker blokje door het bos. Eens kijken of ik er naar kan. Het is wel heuveltje op en heuveltje af hier. Maar gewoon rustig doen. En dan komt het wel. Eens kijken. Ik heb al mijn gewone normale wegschoenen aan. Niet mijn trail schoenen. Maar dat maakt niet uit. Kom op. Als het te drassig is, draai ik om. Scheef oplichting, hè. Tot zo. Limburgs landschap is toch zo mooi, hè? Kijk eens. Ja, dit trekt zich een beetje lang. Het gaat omhoog. Vandaag is het vlak. Dan gaan we verhard omlaag. Gewoon een klein blokje vandaag. Even voor te proberen. Heerlijk. Hier waait het weer. Maar dat maakt niet uit. Het is en blijft heerlijk. Nou, ja, heerlijk. Ik lekker onder dan ik dacht. Berg af nu. Niet te hard willen gaan. Gewoon rustig blijven. Ja, komt het allemaal goed. Heerlijk. 4 kilometer. Ik dacht ik ga voor de 2,5. Maar het liep zo lekker.
4 kilometer. In de pocket. Heerlijk. Nou, een lekker douchen. Daar gaan we lekker eten. Kijk, wraps. Normaal op vrijdagavond. Maar ik heb verleden diepvries gedaan. Dus hebben we weer ontdooid. Dus krijgen we vanavond wraps. Nou, was een heerlijke run. En zien we jullie dadelijk weer. Doei doei. Nou, ik ga zo koken. Volgens mij heeft hij wel de camera mee. Knap dat hij eraan heeft gedacht. Is leuk, hè? Die zijn aan het basketballen. Ja. Met de pionnetjes. Elke keer als je in de basket hebt gegooid, mag je je pionnetje een beetje naar achteren zetten. Ik ga toch? Begin eens vooraan, ja. Begin eens bij het eerste pionnetje. Begin eens hier bij het pionnetje. Daar, geef maar die pionnetjes in. Wat wil ik? Daar komt de sporter. Kijken of hij een camera bij zich heeft. Nou. Wauw. Bij ik begin. Ik wist zeker dat jij de action cam was vergeten. Wat goed zie je. Een goede dag. Ja. 4 kilometer. Oh. Heerlijk. Oh mijn god. Hij draait rondjes op dat rode ding. Oh mijn. Vier. Doe niet te hard opbouwen. Ik wilde naar 2, 2,5. Ik ben door het bos geweest bovenover zo. Dat was ongeveer 2,5. Het gaat zo lekker. Ik ga nog even een blokje. Heerlijk. Zo lekker weer om te rennen. Schema verbranden. Ja. Heb jij je schema al doorgescheurd? Ja, heb ik al doorgescheurd. Hey, kijk, dit is leuk, hè? Als hij in de basket is, mag hij een stapje naar achteren. Hey, ja! Pionnetje, pionnetje naar achteren. Pionnetje naar achteren. Goed zo. Oh, het wordt wel heel ver. Oh, bijna. Ze zijn net een lege bal komen brengen. Oh. Ja, ja, ja! Oh. Mag je naar achteren? Een lege, dan moet je pompen, hè? Nee, een dooie. Oh. Dan kan ik hem wel pompen. Oh, bijna! Hey, we gaan klappen, hè, als dat lukt. Ja. Oh jee, de mussels worden zwakker. Hé, hey, Guy, wat goed van jou. Ja, zeker. Ging heerlijk. Lekker weer ervoor. Oeh. Ja, ja, ja. Hoppa. Een pionnetje. De pionnetje is eraf. Oh jee, dat gaat niet. Dat is veel te weg. Dat krijg ik toch niet. Knap hoor! Ik ga even lekker douchen. Heb je nog smelkens op? Nee. Wij hebben bikkelsaus. Ja, ik had het niet zo. Bikkel! Bikkelsaus. Bikkelsaus. Een zwarte fles. Ja. Wat zei jij dat erin zat? Uitjes. Uitjes. Ja, ik weet het niet. Ik heb nog niet geproefd. Dus. Ik heb hem al opengemaakt. Oké, okay, dus smelkens voor ons. Doe eens testen. Pasta! Doe eens testen. Dat is van pasta. Pasta, ja. Ja, dat is een andere taal. Pikkelsaus. Oh. Voor echte pikkels. Dankjewel. Die is lekker. Dankjewel, Fiek. Tot morgen. Doei. Die deelt de smeltkaartjes uit. Ik heb wel vier. Doe je maar morgen. Dankjewel. Ik wel. Oh, jij ook. En nu moeten we wachten, Quirino. Ja. Geduld! Ja, dat is moeilijk. Schrok me dan. Sorry, dat was een stoel, niet ik. Geduld? Maar meestal val je met de stoel. Geduld. Kerstboom geduld. Morgen allemaal, doei.